Ja, het ging heel goed volgens mij. De reacties zijn heel goed. Ik vond het er heel mooi uitzien. Dat is een eerste stap. En ik hoop dat de pers dat ook gaat vinden. Maar tot nu toe zijn alle reacties heel positief. Ik hou heel erg van kleur en kleur combineren in een outfit en texturen, verschillende materialen. En grappig genoeg, toen we hier aan startte, kwam ik er pas achter hoe mijn werk eigenlijk gelinkt is aan het werk van Vincent van Gogh. Hoe hij schildert, hoe hij dingen samenbrengt. Dat doe ik eigenlijk al de hele tijd. Dus dit is eigenlijk een vinding, ja, voor mij, van dat er zoveel nog uit, er is ook voor mij nog in de toekomst zoveel uit te halen. Dat is heel leuk. Ja, de accessoires zijn met echte vlinders, echte edelstenen. En die worden gemaakt door mijn moeder. Mijn moeder is edelsmid. Dus dat is ook weer een mooie link in de familie. Mijn vader is schilder, mijn moeder is edelsmid. Dus alles kwam samen vanavond met de catwalk. En dat is een collectie die steeds een beetje uitbreiden. Het verkoopt inmiddels wereldwijd en dat gaat heel goed. Ja, het zijn statement pieces die volgens mij heel uniek zijn, omdat iedere vlinder uniek is. Ja. En daardoor heb je echt je eigen hanger. Altijd heel moeilijk om favorites te kiezen, maar ik vind de jurk die Ilonka aan had heel mooi, dus met zo'n landschap erop, een hele lange, met de trui eromheen, vond ik heel mooi nonchalant. Ik vond Yolanda, die zong er heel mooi uit, die is ook een favoriete jurk, dat is natuurlijk een special. En dat is een van mijn favorieten, is eigenlijk een hele mooie simpele jas, ik weet niet of je hebt gezien, met die blauwe achterkant, bordeaux voorkant en die roze inzet, die kleuren die zijn zo spannend bij elkaar, daar ben ik ook heel blij mee hoe die uitgepakt is.